Kijk. Hey Em. Hey, lang niet gezien. Lang niet gezien. We zijn bij Vintage Island. Ik ben heel deze vlog nog helemaal niet begonnen, maar hey. Het is leuk zaterdag. Dat je kijkt naar je video. Ik ben vandaag met Emmy. Eigenlijk nog voor de B-day, dat is gewoon nog een jaar, maar maakt niet uit. Zijn we in Den Haag vandaag en we gaan jullie lekker meenemen. Wij gaan zo meteen Vintage Island in. Ik heb er fucking veel zin in. Hier zijn we. Oh, ik was met Emmy trouwens hier samen in Leiden. Nee, Utrecht. Leiden. Nee, Utrecht. Okay. Leiden was ik met Lynette. Eerst jou in Utrecht. We zijn nooit in Leiden geweest, hè? Nee. Jij was in Leiden. Ja. Want toen vroeg je nog. Ik ben met Lynette in Leiden. Was Vintage Island die ene waar wij zijn geweest? Toch? Was niet Utrecht dan? Was Utrecht? Amsterdam? Nee. Nee. Utrecht, 100%. Oh ja, met die budget shop. Ja, oh, ja. 100%. Anyways, dat dus. Dus nu zijn we er weer. En ik ga nog even foto's. Heb je het nou of niet? Nee, want ik heb echt een small is in die mouw. Want kijk dan, nee. Want ik vond ook ik leuk vond het eigenlijk van het begin. Ja, cool. Nee, wacht. Het enige wat ik altijd nadeel aan Vintage Island is dat het zo duur is. Ja, het is wel duur. Niet, maar het zijn wel echt hele leuke blouses. Ja, maar je zit ook weer een vlek op, hè? Weet je nog, toen wij naar Vintage Island waren, nee? Toen was er een shirt met een gat erin. En toen zei ik, oh, er zit een gat in. Oh ja. Toen zei ze, oh, je moet niet in de winkel. Of in ieder geval een andere prijs. Ja. En toen gingen we weer terug naar die winkel. En toen was hij nog steeds. Met dezelfde prijs. Ja. Dus echt opletten. Het is echt, ja, dat is wel een beetje jammer. Poelokken. Dat is leuk. Ook fijn. Huh? Afgeprijsd. Laten we naar binnen gaan. We gaan naar binnen kijken. En Mee heeft net een nieuwe tas gekocht. Sorry. Momentje. Kijk, leuk. Het is een. Ik weet niet wat het is. Het lijkt echt op Spanje of zo. Nee. Costa Rica. Sicilië. Nou, we gaan. Love this. Kijk, dit bedoel ik dus. Dan heb je zo'n skirt, 25 euro. En in kringloop heb je dit echt voor 3, weet je wel. Het is gewoon zonde. Nee, ik mag geen trui meer. Oeh, ik mag niet meer kopen. I don't need it. I don't need truien, dus. Nee, we gaan dan met de truien. Ja, kut. Inderdaad, gelijk. T-shirts dan. Dat mag wel. Wat doe je? Oh my god, look at her. Kan echt niet. Dit kan echt niet, joh, Em. Em, zet het terug. Echt? Alsjeblieft, zet het terug. Je komt huis niet in, volgens mij, als je dit meeneemt. Nee. Only. Dat is wel cool, zulke shirts. Oké, deze wil ik even passen. Lekker. Oh, het is XXXL. Wow. Maar ik ga hem even passen. Dit is toch cool. Mam, zie je allemaal van die leuke dingen? Oh, die is nice. Teltje. Ja, I like it. Heel leuk. I like it, a lot. Van Russell Athletic. Fanny packs. Forever looking for fanny packs. Oh, dit is mijn fave. Ever in my life. Heel en mee. I'm so sad. Ik ben zo gelukkig. Geniet van schot. Ik moet dus nu wel niet naar binnen. Oké, ik vind net dus deze tas. En dit hengsel. Gewoon living. Living voor dit hengsel. Maar verder weet ik dus inderdaad niet of ik dit echt maar zou dragen zo. Dan moet je natuurlijk zo met je hand vasthouden. Maar, oh, I love it. Sorry. Okay. What the fuck is dat? Ik dacht, oh, echt leuke bril. Was jouw bril. Ja. Jongens, wat vinden we hiervan? Hij is 25 euro. Vind ik wel een beetje expensive. Ik denk dat je hem niet gaat gebruiken. Nee, ik denk als hij 10 euro was, dan heb ik hem gekocht. Ja, maar dan is het niet stom bedoeld, maar dan is het niet zo erg ook. En wat? Als je hem dan pakt, is het leuk. Ja, zo met 5. Ja. Kijk hoe leuke paskamer. En mee gaat even passen. Ik ben heel benieuwd. En ik ga even hier lekker op zitten. Cheers. Oh. En mee is geslaagd. Oké, wij gaan nu, denk ik, naar nog een Vintage winkel.
En dan gaan we eten. Oké, ik kreeg superveel vragen over deze leren jas op mijn Instagram. En die ik dus aan heb in deze video. Een paar weken geleden zijn Emmy en ik, of course, naar een andere vintage winkel gegaan. Namelijk naar de Kiloshop in de Havenstraat in Amsterdam. En daar vond ik dus deze jas. En ook daar heb ik toen gefilmd. Maar ik kon er niet echt een hele video voor maken. Ik had niet heel veel gefilmd. Dus ik dacht, laat ik het er nu gewoon in doen. Dus daar ga je nu naar kijken. En daarna gaan we gewoon weer door met de dag in Den Haag. Tada! Zijn er! Tada! Ik zoek dus nog steeds de perfecte trenchcoat. Maar ik twijfel over deze kleur. Deze is nice. Ik ben dus op zoek naar zo'n leren jas. Dus ik hoop dat deze nice is. Ik denk dat we weer een mand nodig hebben. Wat mand? Een mand. Ik heb twee dingen. Maar deze, ja, kijk, kut. Hoezo? Dat krijg je er gewoon vanaf. Weet je zeker? Oh. Je moet altijd... Maar kijk dan je neus lang is, hè? Zeg maar zo, maar deze is toch tof? Dit is precies wat ik zoek. Ik vind het niet. Is en hij is... Maar misschien word ik wel een munchkin, weet je wel? Echt zo'n... Maar waar was de mannen? Is dat deze kant op? Daar is daar. Wat? Heb je al iets gevonden? Oeh, nice. Kijk, ik vond deze dus heel leuk, maar niet dit. Oh, nee. En het is een vet. Het is gewoon een jurk. Holy shit, als je dat aan hebt, dan kom je vooruit. Oeh, allemaal tassen. Dit leerlessen. Oei. Even kijken. Kijk, en dat vind ik zo leuk aan vintage shoppen. Dat je helemaal moet zoeken en zo. In dit soort dingen. Vind ik leuk. Vind ik gewoon leuk. Nou, ik ben nog steeds met mijn twee jassen gebleven. Ik heb alweer geen jassen nodig. Maar elke keer kom ik weer met een jas, hè? Het is net alsof het me achtervolgt. Maar ik heb verder niet echt iets gevonden. En mee is best lekker bezig. Wat is dit voor trui? Die bruine. Is dat die ene die... Oh, ja. Kijk, en mee pakt dus net deze. En ik zoek dus zo'n soort tas. Een beetje zo'n chique tas die dan als fanny pack kan doen. Maar dan dus zwart of bruin of whatever. Die muziek. Hallo. Dat is hier nog helemaal... En mee dan praten, maar oké, ik heb nu de trenchcoat aan. Ik vind zeg maar dit deel vind ik heel mooi. Maar hoe die uitloopt vind ik echt niet mooi. Dus dat is echt heel jammer. This is not like episode. Like I thought episode. Oh my god, hij is heel leuk. Huh? Dit is de jas. I love it. Oh mijn god, I love it. Gewoon. Oké, maar verder, als ik zeg maar zo kijk, denk ik echt, wow. Ook gewoon met het oudje. Maar inderdaad, aan de achterkant is hij hier een beetje lossig. En dit vind ik nog best wel zo heftig. Maar over het algemeen, want hoeveel is deze dan? 5. Ik denk het wel. Oh god, ik zei nog tegen jou, ik zoek zo'n jas, maar een beetje oversized. Want ik heb alleen maar dus van die hele strakke, die zeg maar heel slim fit zijn, zeg maar. Dus dit is wel echt een... Oh, weet je. I freaking love it. En ik heb nu ook met mijn tasje maar gewoon het oudje ook gewoon zo. En als hij maar 5 euro is, dan heb ik echt een vondst van forever gewoon gevonden. Dus. We zijn bij Tiki Max en dit is gewoon een Balenciaga. I like it. Ja. Staat je echt? Zo'n grote bril. Ja, cool. Ik heb deze gevonden. En het is echt apart, want hij is hier super dun. Ik ga even laten zien. Het is dus zo'n cat eye. Zeg maar zo. Maar kijk hoe dun. Het is een beetje een rare kwaliteit. Ik vind hem, als ik zo vind ik hem echt super cool. Oh my god, ik vind deze nu. Van Steve Madden, zei je mee. Kijk. Steve Madden. Geen idee. Ik vind hem wel heel leuk. Zit ze eindelijk hoor. Blomkes. Terrasie.
Look at this. Yummy. Lekker. Oh, ik heb hier echt zin in. Het ziet er goed uit hoor. Ja. Nee, ik weet niet of ik het opkrijg. Oké, jongens. Ik heb deze broek aan. We zijn nu bij weekday. En ik wil heel lang, zeg maar, zo'n beige broek. Je ziet het niet heel goed door het licht. Het lijkt echt heel erg geel. Maar I love it. En dan eigenlijk met wit of zo zou ik het dan doen. Jongens, ik ben hier al. Ik denk, let, wat zei ik nou tegen jou? Ik denk 1,5 jaar. Ja, ik denk 2 jaar niet geweest. En ik heb jurkjes en dingen voor de zomer. Let niet op het licht. Het is echt horrible. Maar ik heb nu dit jurkje aan. I like it. Kijk, het is een split. Ik ben vet wit. Maar ja. I like it. Nu deze aan. En ik vind de fit. Hij is een beetje te lossig of zo. Ja, het is. Dit zie je. Dit is een beetje gekker of zo. Wat ben je nu aan het passen, Em? Ik heb die bloemenjurk aan. Oeh, ben benieuwd. Maar ik vind die dan leuk. Dit is het jurkje. Vindt hem leuk. Mee heeft eventjes haar witte kool gegeven. Vindt het wel leuk. Jongens, dit is met die van Emmee. Dit ga ik dus stelen. Dat snap ik natuurlijk zelf ook wel. Wil jij nemen? Ja. Oh, je moet even naar de vlog van M gaan. Als je wilt zien. Oké, okay. Laat het al zien. Deze. So happy. Ja, love this. Look at this. Hoe gezellig. Kijk, deze moet nog even dingen zo. Beter ontwikkelen. Deze is echt leuk. Ja. En dit.